We gaan u vanavond proberen uit te leggen hoe je naar de sterren kan kijken. Rijk-Jan, kun jij eens uitleggen hoe je naar de sterren kan kijken? Nou, om naar de sterren te kijken, dat kun je natuurlijk op twee manieren doen. Met het blote oog. Maar ja, dan zie je wat er is. En wat willen we? We willen het beter zien. En dan heb je dus een instrument nodig, de telescoop. Met de telescoop haal je dingen dichterbij, zodat je ze beter kunt zien. Achter jou hangt een banier en daar zie ik op staan 400 jaar telescoop. Kun jij eens even uitleggen wat dat allemaal betekent? Ja, in 2008 bestond de telescoop 400 jaar. Dat wil dus zeggen dat de telescoop dus nu al 412 jaar bestaat. En de telescoop is hier in deze stad in Middelburg uitgevonden door Hans Lipperhey. En hoe werkt zo'n telescoop nou eigenlijk? Hier zien we de lichtgang in een zogenaamde Galileïsche telescoop. Dat is een eenvoudige lenzenkijker met aan de voorkant een lens, en dat noemen we het objectief. En aan de achterkant een lens, dat noemen we het oculair. Met deze is dat ook zo. En met dit type telescoop kun je dus eigenlijk al heel veel waarnemen. Het licht van de ster of van de maan of van welk object dan ook valt hier binnen en komt hier bij elkaar. Dit punt noemen we het brandpunt van het licht en hier kunnen we dat punt vergroten met een andere lens. Dit is de lichtgang in een lenzenkijker. Lenzenkijkers hebben hun beperkingen omdat een lenslijpen eigenlijk moeilijker is dan een spiegel. Plus spiegels kun je veel groter maken dan lenzen. Men kwam dus al na de uitvinding van de telescoop op een nieuw type telescoop, de Newton spiegeltelescoop. Dus een kijker gebaseerd op een holle spiegel die van achter zit en een oculair wat hier zit en aan de voorkant een vangspiegeltje. Dit type kijker, dit noemen we een zogenaamd elfje, was een hele populaire amateurkijker in de jaren 70-80. Betaalbaar en heel goed van kwaliteit. Hoe werkt het hier? Hier hebben we de opening van de buis. Hier hebben we de buis. Het licht valt hier binnen, valt op een holle spiegel. De holle spiegel weerkaatst het licht terug naar deze vangspiegel en komt dan hier in het oculair bij elkaar. Je kan door één oppervlak maar te slijpen en een heel groot oppervlak te maken, kun je heel veel licht vangen. En vooral zwakke objecten en heel veel objecten aan de hemel zijn heel zwak, kun je daarmee perfect vergroten. In onze sterrenwacht hebben we ook een museum en dat museum is gewijd aan de uitvinding van de telescoop. We hebben dan ook een aantal historische telescopen bij ons in ons huis. Ik heb hier die lenzenkijker, die hebben we net bekeken. En ik heb hier een zogenaamde Gregoriaanse telescoop. Dat is weer een ander type. Die is ook voorzien van een holle spiegel van achter en van voren een vangspiegel. En dit type kijkertje was heel erg populair in de 18e eeuw. Hoe werkt die? Hier hebben we een schematische weergave van de Gregoriaanse kijker. Aan de voorkant is die open, er zit geen lens. Het licht van de ster valt op de holle spiegel. De holle spiegel is eigenlijk gemaakt niet van glas, maar van speculum. Dat is een metaallegering. Het licht wordt weerkaatst naar weer een hol spiegeltje en komt dan hier bij het oculair, bij ons oog uit. En dit type kijker was dus, zoals gezegd, heel populair in vooral de 18e eeuw. Wat voor telescoop moet ik nou kopen? Dat is een goede vraag, Raad. Dat wordt natuurlijk heel vaak gesteld, die vraag, van welke telescoop moet ik kopen? Nou, wij adviseren eigenlijk altijd, koop een Dobson. Dit is een spiegeltelescoop, die heb je in alle soorten en maten en in elke prijsklasse. Dit is heel makkelijk te bedienen, want je tilt hem op, je zet hem neer. Hoeft niet te kijken waar de polster staat. Als die goed staat, staat die goed. En je kan heerlijk langs de hemel surfen. En er is ontzettend veel te zien. En je hebt veel telescoop voor relatief weinig geld. Wil je echt gaan fotograferen? Dan heb je een ander type statief nodig. Maar dat is een vak apart. En dan zou ik zeggen, koop er geen, maar sluit je aan bij een volkssterrenwacht. Want die hebben alles spullen. En moeten we dan een 30 centimeter telescoop kopen? Ja, dat is ook een goede vraag. Hoe groter, hoe beter zou ik normaal gesproken zeggen. Maar ik zou kijken voor een telescoop die nog makkelijk achter je auto kan, zodat je nog eens naar een donkere plek kan rijden. Dus een 30 centimeter zoals deze is waarschijnlijk iets overdreven.
Maar een 20 centimeter kun je ontzettend veel meer zien, is goed te vervoeren en daar kun je ontzettend veel plezier aan beleven.